Ik ben Kazim, ik ben aproncontroller en ik ben vandaag aan het slepen en ik doe inbound en dat betekent het aansturen van de marshalers. Ik ben Boudewijn Pieters, sinds 2 jaar werkzaam als gateplanner hier op de koepel. Wij maken en bewaken de planning. Ik ben Remy Jonklin, aproncontroller. En een van de taken van de aproncontroller is onder andere het bemannen van de busregie. Goedemorgen met Kazim. Sommige kisten die binnenkomen, die blijven voor 6 uur staan en die gaan dan weer weg. En zo lang kunnen ze niet op een gate gaan staan als er geen ruimte is. En dan verslepen we zo'n kist naar de bufferpositie, zodat een andere machine erop kan. Als er weer plek is, dan verslepen we een kist weer terug van de buffer naar de gate, zodat die kist ook kan vertrekken. De Bravo komt in november eerst, u mag Echo 5 oprijden en over naar de toren. November door Echo 5 en over. Als er gatewijzigingen zijn, dan horen wij dat van de gateplanning. Als een kist versleept wil worden en ik zie dat niet op mijn lijst staan, dan vraag ik of de gateplanning of dat toegestaan is. Fox November mag nu naar Juliet 83 ja. En de Bravo Fox Delta naar Juliet 87. Bravo Fox November, u mag oprijden rijbaan Alpha 13, rijbaan Bravo. En ik heb een gatewijziging voor u, Juliet 83. Oprijden gaan we over 13 rijbaan Bravo en de Gateplanning. Goeiedag naar Boudewijn. Een vlucht heeft een aankomsttijd, een bepaalde verblijfsduur en vertrektijd. Het kan natuurlijk ook gebeuren dat een vlucht eerder aankomt, later vertrekt. Zeker omdat er natuurlijk behoorlijk wat verstoringen kunnen zijn. Dit jaargetijde is sneeuw gladheid, speelt nog niet, maar dat gaat er ongetwijfeld komen. Een toestel kan technisch uitvallen. Vertragingen ten gevolge van stakingen in het buitenland, mist is natuurlijk een enorme verstoorder. De 791 die behoorde weg te gaan 5 voor 10, loopt iets uit, staat nu op 10 over 10. Als deze vlucht nog verder uitloopt, dan zou ik deze misschien moeten verplaatsen. Nou, overdag is een bijkomend voordeel dat we hierboven op de koepel ook functionarissen van de KLM hebben. Ik loop er gewoon even naartoe en ik vraag even wat ik kan verwachten op die 791. Die machine op Echo 22. Ik krijg nu een kwartiertje uitloop. Wat kan ik daar nog op verwachten? Dat is een stukje aansluiting wat we mee willen nemen. Maar ik verwacht die 10 uur 10 gewoon haalbaar. Ja, de brug is er al af, dus dat gaat goed gaan. Nou, perfect. Dan lopen die achterliggers geen problemen op. Nou, top. Ja, merci. Busregie met Remy, goedemorgen. Busregie houdt in dat je alle bussen die dus die vluchten afhandelen aanstuurt en regisseert. Zo'n 20 tot 25% van de vluchten worden niet afgehandeld aan de gate. Dus niet door de bekende slurf, maar staan gewoon op platform en de passagiers stappen met de bus in dan wel uit. Braafplatform staan de kleinere vliegtuigen, bij de mensen ook wel bekend als de cityhoppers. En dat zijn de vluchten die eigenlijk alleen maar door de bussen worden afgehandeld. Tweede bus, ja, begrepen de rest, dank je. Charlie Golf November, kilo 42, 1018, 1028. Heb jij buscapaciteit rond 10 uur half 2 om 176 extra passagiers te bussen vanaf de Ekkenbuffer? We staan veelvuldig in contact met de gateplanning, want zij moeten soms ad hoc een vlucht naar de buffer plannen, zoals we dat noemen. Dus dat betekent dat die vlucht ook door middel van bussen moet worden uitgestapt of ingestapt. En zij komen dan eerst naar ons toe om te vragen of wij de capaciteit hebben om die vlucht af te handelen. Voor mij is de uitdaging om dus niet in de weg te gaan slepen van het live traffic. Dat gepuzzel, van kan het wel, kan het niet? Kan ik nu wel oprijden of moet ik nog even wachten? En als dat allemaal goed gaat en er heeft geen vliegtuig voor mij hoeven af te remmen, dan heb ik het goed gedaan. We streven ernaar altijd een vlucht te behouden op de oorspronkelijke gate. Ook met schemawijzigingen, altijd de oorspronkelijke gate behouden, zodat iemand binnenin met een boardingkaart feitelijk niks merkt. Ondanks dat je misschien een dag met verstoring hebt gehad. En gewoon lekker naar een vakantie gaan of naar een zakenbestemming. Door het op tijd sturen van een bus, door dat zo soepel mogelijk te laten verlopen. En dat is toch het contact wat de passagier heeft met de luchthaven. En ja, dat moet goed zijn. En dat we met z'n allen daar een mooi proces van hebben gemaakt en iedereen met elkaar ja, daar goed doorheen schroft.